De voorstelling heet Rust in je hoofd, omdat ik denk dat veel mensen wel iets meer rust in hun hoofd kunnen gebruiken. Ik denk dat veel mensen het gevoel hebben dat ze altijd te veel moeten doen en te weinig tijd hebben. En vooral dat te veel moeten. Mijn vraag is dan, van wie moet je dat dan allemaal? Belangrijke persoon in deze voorstelling is Janus. Mijn goede, oude, wijze vriend Janus, van wie ik heel veel heb geleerd. Janus leerde mij het geheim van de stilte. Want in de stilte hoor je alles. Ik denk dat het heel goed is om die stilte in jezelf af en toe even op te zoeken. Die stilte geeft je niet alleen rust, maar ook helderheid. Ik stel heel veel vragen in deze voorstelling. Omdat ik wil dat je meer gaat nadenken over wie je bent en waarom je doet wat je doet. En uiteindelijk is mijn doel dat je ook die rust in je hoofd gaat vinden. Dat je die stilte in jezelf kunt opzoeken. Maar wat ik echt wil is dat je vooral gaat inzien dat je je mooiste leven kunt leven. Rust in je hoofd. Waarom zou je geen rust in je hoofd hebben? Duizenden gedachten, alsof het nooit ophoudt. En daarom is het goed om af en toe even een momentje voor jezelf te nemen. Even terug naar het moment, naar het hier en nu. En daarover gaat deze voorstelling. Ik hoop dat deze voorstelling je inzicht geeft. Dat je anders gaat kijken naar de wereld om je heen en naar jezelf. En dat je meer en meer jouw mooiste leven kan gaan leven. Leef vanuit liefde. Leef vanuit vertrouwen. Maar leef vooral je mooiste leven. Doe je ogen heel even dicht. En wees dankbaar voor dit moment.